Goedemorgen, dames en heren. Welkom hier in het gemeentehuis voor onze zoveelste tentoonstelling die we gaan houden. Degene die gaat open, ga ik voor u wel bekend, overigens. Ga ik straks een bijzonder woord van welkom aan de mensen van de gemeente. Een bijzonder de heer Van Helm, wethouder van de gemeente Oosterhout. Hier aanwezig zijn natuurlijk onze leden en andere belangstellenden die in de krant hebben kunnen lezen. Dat deze tentoonstelling, waar met veel zorg aan is gewerkt door onze werkgroep. Een werkgroep die bestaat uit Maarten van Helderen als voorzitter. Daar zitten Jo Adriaans bij, Bert Huijmen, Nico Bekers en Jan Hendricks. Dat zijn de complete gecomponeerd aantal mensen die hier gewerkt hebben aan deze tentoonstelling. Waarom een opening door Maarten van Helderen? Maarten, eigenlijk, jij bent de heemkundekring. Al jaren is dat steun en toevlaand. We hebben allemaal bestuurlijke problemen gehad in het verleden. En Maarten was voorzitter, hij was het hart van de vereniging en eigenlijk nog steeds een beetje. Het bestuur hebben we inmiddels compleet. We hebben ook nog wel lichte problemen met vooral dat we opslagruimte zoeken, maar ook daar zit wat licht in. Maar Maarten verdient het om deze tentoonstelling te openen. Maarten, en dan wil ik jou graag uitnodigen om deze tentoonstelling, wat ook jouw tentoonstelling is. Ja, dankjewel. We zal het maar niet te lang maken, want dan kan je tenminste eigenlijk bekijken. Beste mensen, aan mij de eer om deze mooie tentoonstelling te openen. Je kunt hier een eeuw terugkijken in de geschiedenis van de oude Bredaagse weg vanaf de Euvelstraat tot het kanaal. Dat wij deze geschiedenis hebben, die is beschreven door mensen, ik zal het wel bekende noemen, Cor Huijmen, jullie allemaal bekend, ik zie dat je er niet is op dit moment, zal niet makkelijk meer gaan denken. En Cor Korissen, die ook heel veel historie heeft vastgelegd. En dan hebben wij in Nico Bekers een boekje gemaakt voor de tentoonstelling makkelijk te kunnen volgen en de foto's te begrijpen waar nodig. Dan in de heemkundekring, dat boekje, die kunnen wij aanbieden voor €5. Dat is ongeveer de kostprijs van het boekje. Ik wil hier niet verder over uitweiden, want de tentoonstelling zegt meer dan ik. Dus dat zou ik maar nog wel kijken zo. We gaan even een symbolische tentoonstelling opening doen door. Hierbij is de tentoonstelling geopend en ik wens je een veel kijkplezier. Dank je. Uiteraard doen we dit met het gebruikelijke drankje. Staat hier achter klaar en we nodigen u graag uit met een dankje om deze te tasten. Club, hè? Ging het zo goed, Linus? Geluid een beetje goed. Ik heb ze goed afgepoetst. Je hebt de foto's goed afgepoetst. Ja. Ja, die zetten we nou. Ja, straks. Zoals Nico. Ja. Die zetten we nou hier weg, hè? Ja. Doorgaande weg Parijs-Amsterdam, in opdracht van Lodewijk Napoleon aangelegd. Brouwerij De Gekroonde Bel, gebouwd in 1901 in opdracht van de familie Smits. Hier werd het merk Oosterhout bier gebrouwen. In 1930 is de brouwerij gestopt met bierbrouwen. Toen omstreeks 1951 de NV metaaldraadlampenfabriek Volt uitbreidingsmogelijkheden buiten haar vestingsplaats Tilburg zocht, bood Oosterhout met zijn voortschrijdende ontwikkeling tot industriële gemeente daartoe een aantrekkelijke. Ja, allemaal aanwezig. Proost op deze opening.
Ja, allemaal aanwezig. Proost op deze offering. Proost. Gezondheid. Proost. Mooi, hè? Ja. Yeah. Goed gedaan, hè? Ja. Zonnig. Alleen deze weekend.